Wij zijn een fruitteler die gangbare fruit teelt. Omdat wij het belangrijk vinden om dicht bij de natuur te staan. Als wij als mens ziek zijn, gaan wij naar de dokter. De dokter die schrijft ons een medicijn voor, waardoor wij ons weer prettig gaan voelen. Nou, die appel of die boom kan niet zelf naar de dokter gaan. Dus dan spelen wij voor dokter en hopen wij dat wij het juiste medicijn op het juiste moment kunnen geven, zodat die appel en die peer er nog net zo mooi uitziet als wat wij als consument graag zouden willen hebben. En een bioloog laat het over aan de natuur. En dat stukje dat past net niet bij ons, zeg maar. Ik ben Nicole Smits. Ik run samen met mijn vader en moeder en broer een fruitteelbedrijf in Zeewolde, genaamd Fruithal Smits. Wij telen zelf appels, peren en aardbeien. En hebben daarnaast een boerderijwinkel waarin wij ons eigen product verkopen, maar ook streekproducten uit de buurt. Wij houden ons inderdaad bezig met de korte keten. Wij vinden het belangrijk, wij hebben een bedrijf van 17 hectare. Onze droom is echt om de producten die wij hier telen van die 17 hectare direct af te zetten aan de consument. Ik denk dat het belangrijk is om mensen bewust te maken van het feit dat je eerst kijkt wat wordt er in je eigen dorp of in je eigen provincie of in jouw eigen land gemaakt en geteeld en geproduceerd. Probeer eerst dat te consumeren en kijk dan verder wat er nog meer te halen valt. Op dit moment zie je dat deze bloemetjes in bloei staan. Ze staan open. Nou, je ziet op dit moment dat de bijen volop aan het vliegen zijn. Maar nu zie je wel de omslag komen, hè, van een bloemetje naar een product toe. En dat product dat hebben we natuurlijk uiteindelijk nodig. Want dat is die lekkere peer of die lekkere appel. In mijn hart zit het fruittelersvak. En het fruittelersvak groeit altijd buiten. Wij zijn afhankelijk van het weer, van het seizoen. Als het natuurlijk in de winter heel koud is, dan moeten we ons bloemetje beschermen. Maar als het weer te warm is, ontstaat er weer droogte en dan moeten we ook juist weer beregenen. Corona heeft vooral inzichten gegeven als we kijken op het fruitteeltaspect, is dat de mensen gewoon veel meer appels en peren gingen eten. En dat ze het buitenlands fruit eigenlijk veel meer lieten liggen. Wij hopen natuurlijk dat dit voor de consument nog steeds heel belangrijk blijft, ook na corona. Hè? Om alleen maar te zorgen dat de boer al een eerlijke prijs krijgt en dat hij daardoor mee kan blijven verduurzamen richting de toekomst.